De telefoon van meester Thijs Rovers staat roodgloeiend. Hij is actief bij het lerarencollectief en krijgt veel leraren en ouders aan de lijn die verrast zijn dat de scholen nog open blijven. Op de Leonardo da Vinci school waar hij werkt is het chaos. Er zijn 2 groepen van de 9 vandaag naar huis gestuurd vanwege een leerkracht die thuis is. En ongeveer 30-35% van de leerlingen die nog overblijven zijn ook thuisgehouden door ouders met klachten of omdat ze zich ongerust maken. Ook Wendy en haar buurvrouw, die ook juf is in Diemen, lieten hun kinderen uit voorzorg al thuis. Heel dubbel, want zelf als leerkracht wil ik gewoon les blijven geven. Maar van de andere kant denk ik dat eigenlijk geen risico genomen moet worden. Bent u bang dat de kinderen besmet zijn en dat zij ziek worden? Nee, niet zozeer. Het is meer gewoon de besmettingshaard die hun dan worden en naar ouderen toe. Inmiddels is er een petitie gestart om de scholen toch te sluiten. Maar premier Mark Rutte vindt dat ze open moeten blijven, zodat ouders die bijvoorbeeld een baan hebben in de zorg gewoon kunnen blijven werken. Dat snapt iedereen, daar zijn we het ook mee eens. Maar momenteel is het zo in Amsterdam dat we een ontzettend lerarentekort hebben. Er zijn heel veel leerkrachten die zich vandaag hebben ziek gemeld. En juist die kinderen van die ouders die we zo hard nodig hebben, die worden nu zonder controle allemaal naar huis gestuurd. Er moet eigenlijk een ander plan komen. En dat idee heeft het lerarencollectief wel. Zij willen België als voorbeeld volgen, waar scholen alleen worden gebruikt als opvang voor kinderen van ouders uit de gezondheidszorg of bijvoorbeeld de politie. Maar zover is het hier nog niet. En ziet u er tegenop om maandag weer te beginnen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zover nog niet denk, omdat wie weet zijn de scholen wel dicht. En waar ik dan meer tegenop zie, is dat ik dan 2 weken later alles moet inhalen en de werkdruk nog hoger is. Wendy houdt haar kind voorlopig thuis, tot die tijd helpt ze hem met huiswerk. Gewoon hier zijn werkjes en dingetjes en dan kan hij gewoon makkelijk oefenen. Het is groep 1. Ja. Echt te makkelijk? Nee, ik ben naar groep 2. Oh ja, je bent groep 2.